In de eerste helft hebben wij gewoon te veel dingen niet goed gedaan. En ja, daar ben je uiteraard teleurgesteld over. En daar heb je het over in de rust. En de tweede helft zie je gewoon dat we die dingen wel doen. En dat je dan totale controle over de wedstrijd hebt. Alleen ja, je moet de trekker overhalen. Hè. We hebben daar voldoende gecreëerd. Niks meer weggegeven. Ja, dan moet je die bal uiteindelijk binnenschieten. Hoe kan het dat je de eerste 45 minuten eigenlijk zo weinig creëert? Ja, omdat we niet onze eigen dingen doen. Dus ik vond ons te veel uit formatie spelen. Veel te veel door de as spelen tegen een ploeg die countervoetbal wil spelen. Die daar ook de meeste goals uit gemaakt heeft bij hun wedstrijden. En dat wisten we, hebben we goed geanalyseerd. Maar toch zijn we daar te vaak tussen haakjes ingetrapt. Maar dan verkeerde keuzes maken dat we niet omheen spelen, maar door de as spelen. Ja, en dan ook nog een paar keer uit formatie. We gingen een paar keer crossballen spelen, wat we normaal niet doen. Ja, dan haal je jezelf uit je kracht. Dus, en je brengt hun ook nog in hun kracht. Want volgens mij hebben zij er ook nog een paar momenten gehad. Tuurlijk was het in opportunisme, maar waar ze ook zomaar een kans kunnen scoren. Of een doelpunt kunnen maken. Ja, dan schiet je zelf helemaal in je voet. En dat moeten wij gewoon zelf beter doen. En ja, daar heb je het in de rust over. En dat je daar teleurgesteld over bent dat je dat de eerste helft niet doet. Ja, de tweede helft bij volgens mij heer en meester. Dan heb je totale druk en controle en dan moet je gewoon de wedstrijd beslissen. Ja, na 5 minuten eigenlijk al 3 kansen gehad. 2 keer Liefdink, 1 keer Lelieveld. Nou, hoe kan het dat ja, Rick, niet Rick nog zijn bal, hè, binnenkant paal, nog een keer binnenkant paal en hij komt eruit. Ja, kijk, natuurlijk aan de ene kant is pech, maar ik, bijvoorbeeld met Elmo, ja, voor mij raakt hij hem gewoon daar niet goed. Dus ja, dat doen we uiteindelijk zelf. Kopbal van Devin raakt hij misschien niet helemaal perfect, want ja, dat soort ballen komt iedere dag gewoon binnen. Dus ja, dat zijn 100% kansen. Volgens mij niet de kansen die de tegenstander gekregen heeft. Ja, dat moeten wij zelf gewoon beter doen. Is er dan een stukje klasse dat je misschien mist? Nee, want ik vond alsnog dat wij gewoon deze wedstrijd moeten winnen. Dus de klasse, zoals jij dat noemt. Uiteindelijk doen wij de eerste helft gewoon te veel dingen niet goed. En daardoor breng je tegenstander in de kracht, maar je haalt je eigen kracht ook weg. En de tweede helft doe je gewoon je eigen dingen. Ja, je kan mij niet vertellen als je dat 90 minuten doet, dat in dit geval Eindhoven dat gaat volhouden. Dus als je in plaats van 5-6 kansen en je doet het een hele wedstrijd, dan creëer je de 12. Ja, dan kan je mij niet vertellen dat wij eruit ergens niet ergens 1-2 of 3 binnenschiet. Je wachtte lang met wisselen, waarom was dat? Nou, omdat wij de tweede helft gewoon goed spelen. En dat we daar veel kansen creëren. Ja, dan zit je in de laatste fase te denken, nou, moeten we het toch nog doen of niet? Hè? Doe je daar iets in de controle en dan maak je jezelf daar op dat moment zwakker mee, omdat een aantal jongens verder prima aan de wedstrijd zaten. Ja, we hebben toch gekozen om daar de laatste fase wat optimistischer te spelen en zo nog iets te creëren. Ja, er zijn een aantal momenten dat we dan niet op tijd schieten of niet snel genoeg de bal naar voren geven. Ja, daar hebben we ook nog wat laten liggen in de laatste fase. Vorig seizoen viel zo'n bal voor de Graafschap dan vaak nog net goed met een Ralf Seuntjes die hem binnenprikt. In hoeverre had jij eigenlijk in die tweede helft constant het gevoel van het komt nog wel? Ja, zeker in die fase wat jij net benoemde, hadden we zeker het idee van hij gaat zo vallen. En of dat nou met een spelafvatting is of door de manier van spelen. Maar ja, als je die druk kan houden en je kan het op dezelfde manier blijven doen, ja, dan moet je uiteindelijk daar nog meer druk op houden en nog meer op doel schieten. Alleen we hadden heel veel momenten dat we te laat de bal naar voren geven terwijl we wel goed doorkomen. Maar zo zij kunnen terugsluiten en nog net een bal kunnen onderscheppen of een voet ergens tussen konden krijgen. Ja, dat soort ballen kunnen er ook zomaar wel in vliegen. Maar ja, wat ik zeg, we hebben voldoende gecreëerd de tweede helft om uiteindelijk die wedstrijd te winnen. Ja, en dat hebben we helaas niet gedaan. Zuur gevoel, dan verlies je 2 punten. Kijk je al naar de top van de ranglijst? Nou ja, die vraag stel je me iedere week, maar ik kan iedere week hetzelfde antwoord geven. Ik vind het nu nog niet zo interessant. Ik vind het veel tussen haakjes interessanter of belangrijker wat wij in de eerste helft doen. En hoe je de tweede helft dus wel kan spelen. En ja, daar heb ik het met de jongens ook over gehad. Uiteindelijk moet je dit gewoon hele wedstrijden volhouden, zodat we dat, zoals we dat tegen Excelsior thuis hebben gedaan. Vond ik een vergelijkbare wedstrijd. Ook in de tegenstander hoe zij spelen en wat zij willen. Ja, en daar duurt 90 minuten en dan win je dus ook die wedstrijd. En ja, dat is wel iets wat wij gewoon zelf beter moeten doen, zodat je de 90 minuten volhoudt. Heb je wel een idee wie nu je grootste concurrenten gaan worden dit seizoen? Heb je daar al een beetje zicht op? Het staat allemaal dicht bij elkaar natuurlijk. Ja, het staat allemaal dicht bij elkaar. En je ziet hoe moeilijk het is ook deze wedstrijden te winnen. Hè, die ook niet zo ver bij ons vandaan staan. En er zijn veel ploegen wat alle kanten op gaat. Dus ik vind het ook niet zo interessant. Dus uiteindelijk zien we dat wel. Wij moeten gewoon iedere wedstrijd winnen. En daar zijn we iedere week voor bezig. En wat andere ploegen doen, dat is voor hun heel interessant. Maar ja, voor mij maakt het niet zoveel uit.